Goedemiddag, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Ons land bevindt zich vandaag precies tussen twee storingen in en daardoor is het bij ons vrijwel de hele dag op een aantal plaatsen toch flink zonnig weer geweest. Vanuit het westen nadert de volgende storing wel, die heel goed is te zien op de satellietbeelden. En uiteindelijk krijgen we daar vanavond mee te maken en deels ook vannacht. Maar achter die storing, u ziet het al, brede opklaringen, slechts een paar stapelwolken. Dus dat betekent dat we dus ook morgen weer een zonnige dag tegemoet kunnen zien. Als ik het in beweging zet dan is te zien dat er boven ons land wel wat stapelwolken zijn ontstaan. De lucht toch een beetje onstabiel. En de temperatuur die kon wat oplopen. En met die oplopende temperatuur zijn er wel wat stapelwolken ontstaan. Achter die storing dus flinke opklaringen. En dat gat met die opklaringen wordt alleen maar groter omdat de invloed van hoge druk vanuit het zuidwesten toeneemt. Ja en daar hebben wij morgen alleen maar profijt van. De stapelwolken lossen op. En dat betekent dat we morgen waarschijnlijk ook niet eens de stapelwolken te zien krijgen. En het dus een zonnige dag wordt. Op de radar is te zien dat vanuit het westen dus wat neerslag dichterbij komt. Die regen die bereikt Zeeland als eerste en die breidt vanavond heel langzaam west-oostwaarts over het land uit. In de oostelijke helft blijft het waarschijnlijk tot middernacht overal droog en naarmate het front ook verder naar het oosten kruipt, neemt de intensiteit ook steeds verder af. De meeste neerslag valt in het noordwesten van het land en op de Waddeneilanden eilanden en met name in het zuiden en zuidoosten van het land blijft het misschien zelfs helemaal droog. Vannacht trekt de regen uiteindelijk weg. Vanuit het westen klaart de breed op, daar dan ook de laagste temperaturen met een graad of 4. Lokaal kan een ondiepe mistbank ontstaan, maar in de kustregio's is die kans vrij klein, zeker als de wind matig uit het westen blijft waaien. In het oosten onder de bewolking wordt het niet heel veel kouder dan een graad of 7. Morgen op veel plaatsen toch een prachtige dag. De bewolking trekt snel naar het oosten weg. Er ontstaan misschien wel een paar stapelwolken, maar dat valt allemaal wel mee. Het blijft droog. En in vooral de kustprovincies en in het noorden van het land, daar is het toch echt zonnig weer. Temperaturen 13 tot 16, lokaal misschien 17 graden. En daarbij een meest matige wind uit het noordwesten, windkracht 3, aan zee soms eventjes nog windkracht 4. Pakken we de komende dagen erbij, dan zien we dat de wind gaat draaien naar het noordoosten. Dat betekent dat de lucht die wordt aangevoerd droger is en lucht over land dat warmt ook makkelijker op. Dus de temperaturen gaan ook omhoog. Vrijdag 16 tot 18 graden, veel zon. Zaterdag nog een stukje warmer. 18 tot lokaal 23 graden met veel zon. En zondag komt daar nog een stuk bovenop, met 20 tot lokaal misschien 26 graden. Dat zijn dan weer zomerse waarden. Dat allemaal bij een meest matige wind uit het oosten tot noordoosten. Dus wat dat betreft ziet het weekend er prachtig uit. Maar niet alleen het weekend, ook de langere termijn zien we dat de temperaturen flink omhoog gaan. Ook in het begin van volgende week en waarschijnlijk tot en met woensdag op veel plaatsen zomers warm en daarbij ook veel zonneschijn. Daarna neemt de onzekerheid toe. Waarschijnlijk uh, valt het allemaal wel mee, maar omdat de wind wat meer van zee gaat waaien, komt er wat makkelijker koelere lucht onze land binnen. Dus tot die, tot die tijd warm en heel erg zonnig. Mijn naam is Wilfried Jansen voor Weerplaza.nl